Hey, hoe hebben jullie de parfum gemaakt? Eerst die boom opgehaald en toen? Ja, dat was eigenlijk een proces. We zijn inderdaad begonnen op de Dam. Echt zelf gaan ophalen. Daarna hebben we eigenlijk de takjes, de naalden en de twijgen eigenlijk in kleine stukjes gehakt en uitgezocht op de geur. En daarna in een hele grote destillatieketen gedaan. En door middel van stoom en druk komt die olie eruit. Ja, ja. En als je die olie hebt, dan heb je nog geen parfum. Nee. Dus wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk die olie, die etherische olie, gecombineerd met andere plantaardige geurstoffen. Mm-hmm. Om een echt parfum ervan te maken. Maar nou is het liedje van O dennenboom, wat zijn je takjes ronden schoon. Vaak is het helemaal geen dennenboom. Wat voor boom hebben we het hierover dan? Is het wel van een dennenboom? Het was een Noordman. Oké. Okay. Ja. Familieboom. Dus echt wel een kerstboom die je ook thuis kunt hebben. Ja, ja. Dus die heeft ook echt die typische kerstboomgeur. Ja, ja. Dus dat vonden we ook wel echt, daarom ook juist heel interessant. Ja. Van hoe kan je nou daarvan een parfum maken? Zodat en mensen denken, hey, ruik ik nou kerstboom? En denken, zo, wat ruik jij goed? Maar is het dan zo'n, want je hebt ook tegenwoordig van die huisparfums, hè? Is het zo'n parfumetje wat je dan in de woonkamer spreekt? Nee, spreekt, dat je, zeker is echt wel op niet. Je huid? Dat je dan je vriend echt of vriendin komt thuis parfum. En dat je denkt, oh, de kerstboom is weer thuis. Heerlijk. Nou, dat niet hoor. Oh. Maar echt, het is echt een groene, bosse geur. Mm-hmm. Met ook houtige tonen. Want die boom is natuurlijk 90 jaar oud. Ja. Dus het heeft behoorlijke, warme, houtige tonen. Mm-hmm. Er zit ook heel veel hars in die boom. Dus dat ruik je er ook wel doorheen. Oh. Dus echt wel dat je denkt zo, je omringt je wel in de natuur, zeg maar. Ja. Mocht het nou een succes blijken, hoeveel flesjes zijn er? Voor de eerste batch 2000 hebben we er gemaakt. Oké, okay, en zijn er al vooraf bestellingen gedaan of heb je er al wat gekocht? Ja, zeker. Ja? Ja, we zijn eigenlijk al gelijk in januari gestart met de voorverkoop. Mm-hmm. En toen merkte al gelijk dat er zoveel enthousiasme was bij mensen. Ja. Van, wat gaat hier gebeuren? Ik wil eigenlijk al een flesje bestellen voordat het op is. Zijn dat dan alleen boswachters of ook mensen die... Nee. Oh, oké. Okay. Juist mensen die juist stijlvol zijn en denken, hey, hoe kan ik nou iets duurzaams dragen en ook nog eens, weet je, lekker ruiken? Ik vind het zo jammer dat we het zelf niet even kunnen ruiken. Heb je toevallig een proefmonstertje dat je dat op kan sturen? Ja, dat ga ik opsturen. Zeker, dat vind ik wel leuk. Nou, leuk toch? Ja. Spuit je het eventjes op. Dan ga ik het opsluiten en dan ben ik de hele dag... Ruik je als een kerstboom? Ja. Precies. Ja. Hey, maar als mensen het willen kopen, waar kunnen ze het kopen? Bij jullie alleen? Of? Ja, exclusief op onze webshop, ruik.org. Ja. Ja, kun je hem van nu bestellen. Ja. Is er misschien al interesse vanuit het buitenland voor? Kan ik me zo voorstellen. Amerika, nou, denk ik, dat er best wel een markt voor is. Want daar is kerst natuurlijk heel groot, hè? Ja, klopt. Kijk, we zijn natuurlijk begonnen met de kerstboom van de Dam in Amsterdam. Dat is de eerste stap. Mm-hmm. Maar je weet nooit welke kerstbomen we nog meer gaan redden. Ja, dat wou ik net vragen. Wat is de volgende boom die jullie om gaan haken? Ja, dat zou zo Parijs, Londen of New York kunnen zijn. Oh, kijk. Dus, dan krijgt het wel een internationaal tintje. You never know. Okay. Maar het is in ieder geval dus niet het laatste project geweest wat jullie doen. Nee, zeker niet. Het bevalt niet. Wel. Maar je zegt de eerste batch van 2000. Kan dat betekenen dat jullie er nog meer kunnen maken? Ja, we hebben nog wel wat olie staan. Mm-hmm. Maar die laten we gewoon nog doorrijpen. Ja. Dus voor deze eerste batch dit jaar hebben we 2000 stuks gemaakt. Ja. Omdat het natuurlijk ook best wel een grote investering is, parfum maken. Ja. Omdat er niet natuurlijk alleen die dennenolie in gaat. Uh-huh. Dus vandaar dat we hiermee beginnen. Okay. Maar ik ben nog wel even benieuwd, want we zijn natuurlijk Nederlanders. Wat doet nou zo'n flesje? Ja. Wat kost dat? Wat kost dat? Ja? We hebben twee opties. Ja. We hebben de kleine optie, die is €50. En de grote, die is 50 milliliter voor €135. Ja. Okay. En het is echt een 100% plantaardige parfum. Ja. En we hebben ook de doppen zelfs van het hout van de kerstboom gemaakt. Ja, ik zie het flesje inderdaad staan op de site. Ja, mooi gemaakt. Ja. Leuk. Nou, het marketingpraatje is in ieder geval goed, Noëlle. Ja, absoluut. Is dat leuk? Nou, dank je. Hey, en je gaat een proefmonstertje naar ons opsturen. Is het luchtje voor vrouwen of voor heren eigenlijk? Unisex. Oh nee. Nou, dan kunnen we het allebei dragen, Arnoud. Kan in allebei de gevallen. Precies. Noëlle Doros, dank je wel en succes ermee. Dank je wel. Dank je wel. Doei. Dan nieuws met een luchtje, hè?